Zo. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering Ranger Request. Vandaag gaan we een kijkje nemen bij de gieren. Die gaan we vandaag voeren en kijken of dat we wat leuke beelden kunnen schieten. Tot zo. Aangekomen bij het gierenverblijf, bij de gierenfoyer. Wachten we even op de dierenverzorger, die is er nog niet. Maar daarna kunnen we gaan voeren. Oh, volgens mij komt hij er al aan hoor. Hoi Remco. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Jeetje, wat heb je allemaal meegenomen? Ja, heel veel. Heel veel. Van alles en nog wat. Ik zie wat konijnen. Ja, die zijn voor de gieren vandaag. Arme witte konijntjes. Vandaag gaan we de gieren voeren. Je hebt ook nog wat andere dingen. Oh, dat is voor de secretarisvogels. Secretarisvogels, stokstaartjes, de tox. Ik heb van alles bij. Oh, dus, van alles. Kijk aan. Ja. Nou, laten we maar beginnen. Ja, zeker. Voor de voedering hebben we in het verblijf ook wat buizen neergelegd. In de hoop dat ze hier het eten uit zouden pakken. En dat ze dus een extra uitdaging hebben voor het eten. Nou, helaas vonden ze die buizen maar helemaal niks. Dus uiteindelijk hebben we die buizen weer weggehaald. En toen begonnen ze langzaam toch te eten. Kijk, ja. Voor het verblijf van de gieren. Ik sta hier onder het afdakje, want het regent een beetje. Maar dit is niet erg, we kunnen het hier gewoon over de gieren hebben. Nou, welke gieren zitten er nou precies in deze foyer? In deze foyer zijn de ruppelsgier te vinden, de valengier, de kapgier en de zwarte wouw. Laten we bij die laatste beginnen, want die laatste dat is eigenlijk geen giersoort. De zwarte wouw is gewoon een roofvogel, een wouwsoort. De zwarte wouw die komt bijna over de hele wereld voor. Tot Afrika, Europa, Azië, Australië zelfs. Nou, wat maakt de zwarte wouw zo bijzonder is dat het een echte alleseter is. Je zou misschien denken, oh, die zou op muisjes of op ratten jagen. Nou, dode dieren vinden ze ook gewoon prima. En zelfs insecten daar jagen ze op. Nou, dan hebben we dus verschillende gieren. De valengier die komt uit delen van Europa, Afrika en Azië. En komt zelfs in Nederland voor. Heel af en toe is die in Nederland te zien. En de ruppelsgier en de kapgier, dat zijn twee gieren uit Afrika. Nou, je denkt nu misschien, gieren, dat zijn dan toch een beetje viezerikken als die alleen maar dode dieren eten. Maar dat is juist heel erg goed. Het zijn echt opruimers. Want als er dode dieren blijven liggen, dan kunnen die dode dieren ziektes veroorzaken. Dan kunnen wij daar bijvoorbeeld ziek van worden, hè, als er dode dieren in de buurt liggen, als wij daar aan zitten. Nou, gieren die ruimen dat dus gewoon voor ons op. En ook voor andere dieren. Ze zijn echt als het ware de perfecte opruimers van de natuur. Nou, tegenwoordig kunnen ze dat steeds minder. Ja, kijk, als we bijvoorbeeld kijken naar Nederland, hè, die valengier, die zien we hier dus heel af en toe nog. Maar steeds en steeds minder. Dat komt omdat wij mensen graag de dieren zelf opruimen. Dus als er een dood dier is, dan laten we dat niet zomaar liggen in de natuur. Vaak wordt dat gewoon weggehaald, want dat is vies. En dan wordt dat ergens anders opgeruimd. Nou, dat is dus eigenlijk wel heel zonde, want daardoor verdwijnt die gier steeds meer. En dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor bijvoorbeeld heel Europa. De valengier heeft daar best wel onder te lijden. Nou, gelukkig is er dan ook een project dat wij steunen met Stichting Wildlife. Het Green Balkans project. Het is vooral actief in het oostblok van Europa. En daar worden valengieren steeds weer opnieuw in het wild uitgezet. En worden er maatregelen genomen om die gieren daadwerkelijk te helpen in de natuur. En ze hopelijk weer terug te brengen. En misschien ooit zullen we dan ook weer eens heel veel gieren in Nederland zien. En denk maar zo, een gier is niet vies. Een gier is een opruimer. En die doet dat graag.
Hartstikke bedankt Remco, in ieder geval dat ik mee mocht kijken met de voedering. Ja. Het zag er gaaf uit. En ja, tot de volgende keer, denk ik. Ja, graag gedaan. Doei. Doei. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nou, ik hoop dat jullie iets nieuws geleerd hebben en dat jullie het filmpje leuk vonden. Als het zo is, laat alleen maar een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Yes, doei doei!